Sjaak, het is een hectische week geweest. Vandaag begint de nieuwe trainer, Dick Advocaat. Hoe zijn jullie tot elkaar gekomen? Nou ja, goed, je hoeft er niet lang na te denken over van welke persoon is geschikt, zeg maar, om deze klus te klaren. En de klus klaren is, zeg maar, weer een nieuwe impuls te geven. Iemand met veel ervaring, iemand die dit al meerdere malen ook bij andere clubs heeft gedaan. Nou ja, dan kom je gewoon bij Dick uit. Hij neemt in zijn kielzog Cor Pot mee en John de Wolf. Ja. Hoe kijken jullie naar dat tweetal? Nou ja, dat is ook heel bijzonder. Kijk, Dick heeft altijd, zeg maar, iemand bij zich van zijn staf. Bij Feyenoord is het zo, als er een trainer komt, dan mag hij één trainer meenemen. En de andere trainers bepaalt de club. En wij hadden John en Saïd Bakati. Ja, want over John de Wolf, jij weet als geen ander wat John kan brengen op een veld. Ja, John straalt Feyenoord uit. John heeft zich ongelooflijk ontwikkeld, ook als trainer. Daar heb ik ook andere spelers daar meer over gehoord. En hij past bij Feyenoord en het is ook voor hem een kans die hij vol heeft aangegrepen om het team te versterken. Feyenoord heeft ook afscheid genomen van een drietal assistenten. Wat klopt er van het verhaal dat zij dit uit de media hebben moeten vernemen? Dat ze dat uit de media hebben genomen, ja, dat klopt. Maar dat was uiteraard absoluut niet de bedoeling. Deze jongens die verdienen ongelooflijk veel respect. En we wilden dat ook op zorgvuldige wijze, wilden we daar ook mee omgaan. En als dan iemand, dat blijkt dan maar weer, zeg maar, ons kwaadgezind is en dit zo doorgeeft aan de media, daar heb ik echt geen woorden voor. Hoe kan dan zoiets gebeuren? Is daar nog een verklaring voor? Ja, maar ik heb het al zo druk als ik ook nog als een Sherlock Holmes hier door het gebouw moet lopen en vragen wie heeft het gedaan, dan weet ik op voorhand al dat niemand zal zeggen, ja, ik was het. Dus. Je noemde al de naam van Saïd Bakati. Jullie als club wilden graag dat hij voor de club behouden bleef. Waarom? De afgelopen 5 maanden is hij ons opgevallen als een kundige trainer, ongelooflijk enthousiast en zeer loyaal. De blik gaat vooruit. Wat hebben jullie de nieuwe trainerstaf meegegeven? Nou, dan hoef ik, Dick lees ook de krant, ik kijk ook naar de stand, dus die hoef ik niet te zeggen van toen we hem benaderen van en wat moet ik doen? Nee, hij weet als geen ander wat er gedaan moet worden en dat is punten pakken.